Eerste repatriatievlucht vlot afgehandeld. De eerste repatriatievlucht uit Nederland is vlot afgehandeld. Vanuit Nederland heeft de organisatie die in Suriname belast was met het terughalen van de gestrande ingezetenen positieve reacties ontvangen. Kolonel Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing, NCCR, toont zich ingenomen hiermee. In totaal zaten er 235 mensen op de vlucht, waarvan 232 repatrianten en 3 artsen, waarvan 2 terugvlogen naar Nederland. Het volledige bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.